kijken. Want er zitten natuurlijk ook lelijke kanten aan die Gouden Eeuw. Komen die ook voorbij? Als we het hebben over slavernij, daar wordt natuurlijk veel over gepraat. Of zegt u, ik focus alleen maar op wat ze goed hebben gedaan? Nou, ik focus op wat ze onderscheidend maakt. En wat deze mensen onderscheidend maakt, is niet dat ze... Of dat er armoede was, of dat ze misschien eens een keer te veel dronken. Of wat. Wat ze onderscheidt, is dat ze bijzondere dingen hebben gedaan. En die wil ik vertellen. En dat altijd maar schaduwkanten, dat vind ik eigenlijk een teken van een culturele ziekte. We moeten daar eens mee ophalen. Maar is dat niet ook onderdeel van het verhaal? Moet dat niet juist het hele plaatje? Tuurlijk vertel je het hele verhaal, maar ik weet zeker dat u niets weet over die Gouden Eeuw. U heeft alleen maar in uw hoofd dat je moet praten over de schaduwkant. We moeten praten over de schaduwkant. Ik weet alleen dat er op dit moment... Nee, meneer Baudet, er is op dit moment een discussie gaande... over de Gouden Eeuw. Mag ik wel even over de Gouden Eeuw en of we het zo mogen noemen? En daarom stel ik die vraag. Die discussie is maatschappelijk. En daarom ben ik benieuwd. Komt dat aan bod? Ja, ik weet het. Maar het is toch gewoon opmerkelijk, als je even uitzoomt... dat je dus... Je begint dus... Ik wil iets vertellen... over wat Rembrandt voor bijzonders heeft gedaan, wat Spinoza heeft gedaan, al die mensen. En het eerste wat iedereen denkt dat hij moet vragen is... schaduwkanten, dat is toch, dan is er toch iets aan de hand met je land. Dat is dus het probleem. En daarom komt doen u we nu niks, met deze documentaire. En daarom doen we ook niks aan de immigratieproblemen. Maar dat komt hierdoor. Deze documentaire serie is vanaf vandaag te zien op YouTube.